Het grote lijsttrekkersdebat van de gemeente Tiel. Dat ziet u en beleeft u mee op Regio TV Tiel. De eerste van de lijsttrekkers die hier zich zo dadelijk gaat melden op het podium is Ton Zuidema. Ton Zuidema, van harte welkom. Het grote lijsttrekkersdebat. Spannende tijden. Jullie gaan ervoor als D66, hè? Uiteraard, meneer Ter Haar. We gaan er volledig voor. Het is altijd spannend en deze keer minstens zo spannend als de vorige keer. Nou, dat kun je de komende 40 seconden extra nog eens even toelichten op televisie. Ga je gang. Nou, D66 is vooral, gaat zich vol inzetten op inwonerparticipatie. We hebben laten zien, eigenlijk al 12 jaar, dat u op ons kunt vertrouwen. Daar wil D66 mee doorgaan. We hebben sluitende begrotingen afgeleverd met elkaar. En die daadkracht willen we nog een keer tonen. We gaan ook onze vol inzetten voor huishoudelijke hulp. Als dat extra geld moet kosten, moet daar geld bij. We zijn natuurlijk voor goed onderwijs. Nou, dit gebouw, het ziet er hier prachtig uit. Maar een aantal lokalen mag nog echt wat een en ander aan gebeuren. Dat vinden we belangrijk. De jeugd heeft de toekomst. Daar moeten we ons vol op inzetten. En tenslotte wil ik nog iets zeggen over duurzaamheid. Ook dat is een dingetje waar Tiel echt wel wat serieuze werk van mag maken. Meer zonnepanelen, meer gelegenheid voor inwoners om van een duurzaamheidsfonds gebruik te maken. D66 zet zich daarvoor in, gaat met u in gesprek, wil dat samen oppakken. Dus ga voor D66 deze gemeenteraadsverkiezingen. Aldus Ton Zuidema van D66. Tweede kandidaat die we naar voren willen roepen is Marcel Melissen, de lijsttrekker van de VVD. Marcel, van harte welkom op de grote lijsttrekkersdebatavond. 40 seconden voor jou. Als je gaat voor de VVD, dan kies je voor een schone en veilige stad. Wij gaan ons inzetten voor woningen voor de middeninkomens en de starters. Dus betaalbare woningen, die hebben we echt nodig. We vinden het ontzettend belangrijk dat er gewerkt wordt aan de A15. Staat op de agenda, we moeten doorgaan en zeker doorgaan. En we willen terug naar, laten we zeggen, de realiteit. De dingen om ons heen die belangrijk zijn. De dingen die de mensen belangrijk vinden. Daar moeten we ons op gaan focussen. Dan kom je inderdaad uit op die stoeptegel die recht moet liggen. Een paal die recht moet staan. Een bord die klopt. Daar zetten we ons voor in. En als je daarvoor gaat, krijg je een realistisch VVD. En zo is het. Marcel Melissen, VVD. Applaus. Een nieuwkomer in de Tielse Arena, dat is Camille Gullekens, PvdA. Welkom in deze politieke arena. De 40 seconden zijn voor jou. Hartstikke mooi. Een stem voor Tiel, een stem op PvdA Tiel, is een stem op meer en eerlijk werk. Is een stem op zorg zonder stopwatch. Is een stem op betaalbaar wonen voor iedereen. Dat wil PvdA Tiel, wil zich daarvoor inzetten met het beginnen van de starterslening. Waardoor je inderdaad de overstap van huur naar koop makkelijker maakt. Waardoor je ook de druk verlaagt op de wachtlijst voor de huurwoningen. Meer en eerlijk werk willen wij met name gaan bereiken door stageplaatsen en leerwerktrajecten. Zodat je ervaring kunt opdoen en verder komt in het leven. En zorg zonder stopwatch willen wij met name bereiken via het uitbreiden van de wijkteams voor de zorg. Die zijn nu tot 21 jaar begrensd en die willen wij voor alle leeftijden. Dan heb je altijd zorg dichtbij en bereikbaar voor iedereen. De menselijke maat, dat is PvdA Tiel. Maar van achter. Regio TV Tiel met het grote lijsttrekkersdebat. Nu de nummer 4 van de lijsttrekkers, Carla Kreuk Wildeman van de PVDB. Carla Kreuk, de eerste vrouw hier op de lijst, zal blijken of dat op het eind van de avond ook zo is. Focus en de boel op orde, dat is de slogan van de PVDB. 40 seconden de kans om je partij te verkopen. Toen ik 8 jaar geleden de politiek inging, toen was ik strijdlustig. Er ging wat veranderen in mijn straat en daar was ik niet blij mee. En mijn overburen en mijn buren ook niet. We hadden allerlei ideeën en alternatieven en wij wilden graag als burger gehoord worden. Ik ging de politiek in en dat bleek me lekker te liggen, dat ging goed. En ik merkte dat ik vanuit die passie voor mijn woonomgeving ook echt een verschil kon maken. En die passie en die strijdlust, die heb ik nog steeds. Niet alleen meer voor mijn eigen straat, maar voor heel Tiel. We moeten van Tiel weer een fantastische stad maken om in te wonen en in te leven. Schoon, veilig, sociaal, goed onderhouden, gezellig,
maar ook met volop kansen voor iedereen. Waarvan akte? Oké, nou jammer dat ik niet af kan maken. Had je nog een zinnetje dan? Nou ja, dan schakel ik even snel over. Doe dat eens. En naar de laatste alinea. Ik ben Carla Kreuk. Ik ben lijsttrekker van de Partij van de Burgers. Ik hoop dat wij het vertrouwen krijgen van de kiezer dat wij die klus kunnen gaan klaren. En ik roep bij deze op de inwoners van Tiel om vooral Partij van de Burgers te stemmen. Lijst 4 met focus en de boel op orde. Nou, hartstikke goed. Aldus Carla Kreuk Wilderman. Nu de vijfde, dat is ook een vrouw, CDA. Hier is Yvonne Sonstol. Yvonne, 40 seconden. Ja, dat waren lange 40 seconden voor mijn collega hier naast mij. Dus mag ik ook wat langer? Ik zou vooral snel beginnen dan. Dat ga ik zeker doen. Als CDA hebben we met elkaar gezegd dat we een sociale, vriendelijke, schone en veilige woonomgeving willen voor al onze inwoners. Niet alleen voor de stad Tiel, maar met name ook voor het buitengebied. Behoud van het vitale buitengebied is belangrijk. En dat we daar gezamenlijk veilig en prettig mogen wonen. Een goed sociaal klimaat en goed ondernemersklimaat. En daar gaan we ons hard voor maken de komende 4 jaar. Aldus Yvonne Sonstol. Ik zeg, dames, voel ik al een beetje strijd tussen jullie? Nou, dat denk ik niet hoor. Je hoort het al aan mijn stem, dus ik moet me een beetje matigen vanavond. En daar sluit jij je bij aan? Nou, bij ons altijd hoor. We gaan voor het beste voor Tiel en als daar strijd voor nodig is, dan gaan we die leveren. Het grote lijsttrekkersdebat 2018 op Regio TV Tiel. Nu de volgende lijsttrekker, Peter Elfrink van Pro Tiel. En ook jij hebt 40 seconden de tijd. Ga je gang. Dankjewel. Kom ook Pro Tiel bij deze. Ik ben Peter Elfrink, lijsttrekker van Pro Tiel. Ik ben geboortig uit Lochem, Achterhoek, maar ik woon sinds 96 in Tiel. En ik ben een echte ouderwetse opperwerker in de stadsvernieuwing. Daar heb ik ook in gewerkt. En dan zit zeg maar het zelf doen, je eigen wonen, leefomgeving, vormgeven, dat zit in je bloed. En dat is ook wat ik in Pro Tiel heb gevonden toen we in 2001 was ik een van de oprichters. En dat is nog steeds zo. En dan gaat het over de basis, wat zit in ons bloed, transparante besluitvorming. Zo min mogelijk besloten raadsvergaderingen. Dus aan het beslotenheidscircus gaan wij over het algemeen niet meedoen, tenzij het over personen gaat. Tweede, echte invloed voor inwoners van Tiel. En dan aan de voorkant. Want of je nou aan de achterkant, of je ze voor verdomme feiten stelt, gedoe komt er altijd. En als je aan de voorkant bewoners betrekt, dan krijg je wrijving, want dat is er, maar je krijgt ook glans. Nou, we zullen kijken of we vanavond ook gedoe krijgen. Dank voor je woorden, Pro Tiel, Peter Elfrink. Dan nu in het grote lijsttrekkersdebat op Regio TV Tiel. Aandacht voor de ChristenUnie. Hier is Martin Koning. De kerstverse lijsttrekker van de ChristenUnie, Martin Koning. Ook jij krijgt 40 seconden. Dankjewel. Dankjewel voor het organiseren van deze avond. Wij zijn blij dat we weer mee gaan doen aan de verkiezingen. Al jarenlang een stem in Tiel. Wij willen ons meer richten op de schuldhulpverlening, de sociale kant, mensen die het moeilijk hebben. Daar willen we ook meer naar de voorkant gaan werken. Dus om te voorkomen dat dingen misgaan. Dat kun je met een heleboel partners doen, zoals de woningbouwverenigingen en andere organisaties, om dat goed in de gaten te houden. We willen ook dat Tiel de verantwoordelijkheid neemt na het bouwen van een prachtige wijk Passewaaij, dat die ook op een fatsoenlijke manier ontsloten gaat worden. Dat zijn de dingen waar wij ons in de komende tijd druk om willen gaan maken. Ja, en wellicht wel al tijdens deze debatavond. Bedankt voor je woorden. Ja. De volgende lijsttrekker die zich hier op het podium gaat melden is Unal Seuze van GroenLinks. Unal Seuze, GroenLinks lijsttrekker 2018 verkiezingen.
Toen ik 40, 45 jaar geleden naar Tiel kwam wonen, was het allemaal groen. We hadden boomgaards, groene plaatsen. En dat is de laatste tijd wel een beetje anders geworden. En ik heb vandaag ook wel van bijna alle partijen gehoord dat de duurzaamheid er toch wel in zit. En we kunnen denk ik op heel veel punten, thema's samenwerken. En die duurzaam en de doelen van de gemeente Tiel voor duurzaam is natuurlijk heel veel, maar er moet nog heel veel gedaan worden. En dan moeten we denk ik ook wel samen kunnen werken. En ik heb ook gehoord dat de inwoners van Tiel ontzettend belangrijk zijn, want tenslotte staan we daarvoor. En iedereen is toch wel van plan om samen met de inwoners van Tiel een beslissing te nemen in de raad. Nou, wij zijn al begonnen. Wij zijn al begonnen als GroenLinks, onze verkiezingsprogramma, dynamisch samen met de experts in het team. Mensen die kwaliteit hebben. Mag ik mijn zin ook even afmaken? Doe dat maar. Okay. Mensen die betrokken zijn bij thema's en bij expertise, dat we die echt betrekken bij onze te nemen beslissingen. Dus we moeten het samen met de inwoners van Tiel doen. En niet alleen maar een partijprogramma neerzetten en dan kijken of we het 4 jaar kunnen doen. Maar al komende 4 jaar moeten we ons dagelijks, wekelijks verantwoorden voor de inwoners van Tiel. Waarvan akte? Dan nu de laatste lijsttrekker die zich gaat melden hier op het podium. En dat is Teus Verduin. Hij is van de nieuwe partij Krachtig Tiel. Ja, goedenavond allemaal. Dankjewel voor de uitnodiging voor deze leuke avond. Ik hoop dat het een hele leuke avond gaat worden met z'n allen. Misschien dat we al een paar handshakes kunnen doen vanavond. 40 seconden, Teus, hè? Ja, dat kwam om. Ik heb niet zoveel te vertellen, want ik weet wat ik wil. De huidige coalitie, als die bestaat uit 1 meer dan de helft, dan hebben ze het altijd voor het zeggen. En dat is heel jammer, want die huidige coalitie die ook de wethouders geven in het college, die laten wel een hele rare erfenis achter. Want we hebben een hele hoge werkeloosheid, we hebben een hoge criminaliteit in de stad. Zo kan ik wel even verder doorgaan. Dat is bijzonder jammer. En ze hebben allemaal hele leuke ideeën over de toekomst. Maar ze hadden dat dan nu natuurlijk al lang kunnen regelen. En dat is niet gebeurd. Dus ik vind dat de huidige coalitie straks gewoon niet als zodanig door kan gaan met die 4 grote landelijke partijen. Ik denk dat er echt een nieuwe wind moet waaien. Het roer moet echt om. En dat heb ik al heel vaak gezegd. Het roer moet echt om in Tiel. Teus Verduin van Krachtig Tiel. We gaan beginnen met stelling 1. In de raadzaal van Tiel is sinds kort artikel 1 van de grondwet te lezen en wappert er de Nederlandse driekleur. Het kabinet CU, CDA, D66 en VVD heeft in het regeerakkoord opgenomen dat scholen verplicht les moeten geven over het Wilhelmus, inclusief de context ervan. De stelling. De gemeenteraad dient aan de samenleving het goede voorbeeld te geven en aanvullend op de symbolen in de raadzaal iedere gemeenteraadsvergadering te openen met het zingen van het Wilhelmus. Wat vind je van de stelling? Yvonne Sonstolk. Nou, ik vind het een beetje een vreemde stelling. In principe vind ik het heel belangrijk. Wat is er vreemd, hè? Nou ja, dat je dat inderdaad iedere keer opnieuw moet gaan zingen. Maar er staan toch ook vlaggen, symbolen? Ja, dat vind ik wat dus anders dan dat je iedere keer met elkaar Wilhelmus zingt. Wilhelmus is toch ook een symbool? Ja, dat kan zijn, maar dat hoeft niet iedere keer. Als je een goed Nederlander bent, dan ken je een volkslied. En dat hoef je niet iedere keer in de raad te gaan zingen. En met deze stem kan ik sowieso niet zingen momenteel. Dus dat gaat hem niet worden vanavond. Marcel Melissen, VVD. Ja, dankjewel. Nou ja, ik denk dat de raadsvergaderingen over het algemeen best wel lang duren. Dus als we met z'n allen eerst gaan zingen, dan duurt het nog langer. En volgens mij moeten we dat niet willen. Maar als het gaat om de essentie, uitleggen op school waarom we een volkslied hebben en wat het betekent. En wat de geschiedenis wel of niet goed heeft gedaan voor Nederland. Daar sta ik wel achter. ChristenUnie. Nou, ik denk dat het van belang is wat onze politieke kwaliteiten zijn en niet onze vocale kwaliteiten. Dus ik hoop niet dat we elke keer dat hoeven te gaan zingen. Ik ben er wel hartstikke voor dat iedereen begrijpt waar het voor staat. Waarom we de vlag hebben, waarom we daar trots op zijn en wat we daarin bereikt hebben. En daar hoort het Wilhelmus bij. Dat mag. D66. Ton Zuiderman.
Ja, samen zingen liever niet. Want zonder dat ik verkouden ben, heb ik dezelfde stem als mevrouw Sonstolk. Dus daar wil ik echt niet bij zijn. Op school hier in dit gebouw, daar wordt het Wilhelmus onderwezen. Er wordt misschien niet gezongen, maar de uitleg van wat het lied betekent en de impact daarvan voor de Nederlandse samenleving is helder. Dat we dat als symbool gebruiken in de gemeenteraad, de vlaggen en het artikel 1, ben ik het helemaal mee eens. Je mag best een beetje trots uitstralen voor je stad, je land. Dus het Wilhelmus is too much? Ja, wat mij betreft wel, zeker als we het moeten gaan zingen. Kale Kreuk Wildeman van de PVDB, hoe denken jullie hierover? Ik vind het wel een hilarisch voorstel eigenlijk. Dus wat jou betreft gaan we zingen in die raadzaal? Nou, kijk, op het moment dat wij gaan zingen, kunnen de mensen thuis, als ze zitten kijken, even een bakje koffie halen. En misschien is het dan wel leuk om iedere week een andere beat eronder te zetten. Nee, dat is natuurlijk een grapje. Ik ben het eens met het feit dat kinderen op een goede manier onderwezen moeten worden. En daar hoort ook gewoon het Wilhelmus bij. We mogen trots zijn op onze stad. We mogen trots zijn op ons land. En daar hoort het Wilhelmus en de geschiedenis bij. Helder. Teus Verduin, Krachtig Tiel. Ik heb me toevallig net opgegeven voor The Voice Senior. Ik vind het, Wilhelmus mag je best één keer per jaar zingen op Koningsdag. En dat we dat niet in de raadzaal hoeven te doen. Zeker niet bij iedere raadsvergadering. Flauwekul. Ik vind dat een beetje overdreven, ja. Maar dat we het land toch een klein beetje eren. En in dit geval denk ik Koningsdag. Zo heb ik dat vroeger ook gedaan. We moesten naar een plein toe. En daar werd het Wilhelmus gezongen met de hele school. Alle scholen trouwens van de stad waar ik vandaan kom. En daar denk ik nog wel eens een keer aan terug. En dat was leuk. Dat was een uitnodiging, een uitdaging. Maar niet in de raadzaal? Nee, dat is te overdreven. Wellicht één keer. Couplet 1 en 6 meen ik dat we meestal zingen. En dan dat zou kunnen met Koningsdag. Het grote lijsttrekkersdebat van de gemeente Tiel op Regio TV Tiel. U beleeft het mee. 9 lijsttrekkers die u hier op het podium zien staan. We zijn toegekomen aan de volgende stelling. Tiel wordt omringd door water. De Linge, het Amsterdam-Rijnkanaal, het Indunatiekanaal en de Waal. Er zijn diverse recreatieplassen in de buurt van Tiel. Zwemles hoort bij de opvoeding. Er zijn plannen om een nieuw zwembad in Tiel te gaan bouwen. Maar wat verstaan we eigenlijk onder een zwembad? Een bak water als basisvoorziening of een recreatief paradijs? De regio heeft als speerpunt het versterken van de recreatiemogelijkheden. De stelling. Om invulling te geven aan het regio speerpunt recreatie en toerisme, moet het nieuwe zwembad een waterparadijs worden met voldoende recreatieve mogelijkheden voor de regio. Opening van deze stelling, PVDB. Nou, ik wou eigenlijk vragen of dat mijn collega's daar eerst eens op willen reageren. Want ik denk dat wij daar een ander standpunt in hebben. Dus ik wacht even de antwoorden van de anderen af. Tamar, CDA, Yvonne Sonstolk. Nou, die handschoen die pak ik graag op. Natuurlijk willen we met elkaar hier, zoals we hier allemaal staan, als we daar de voldoende financiële middelen voor hebben, een fantastisch zwembad hier in Tiel. Met heel veel faciliteiten en ook heel veel speelzaken voor kinderen. Dat is ook noodzakelijk. Kinderen dienen ook spelenderwijs in contact te komen met water. We leven in een zeer waterrijke omgeving, waarbij het hard noodzakelijk is om kinderen ook echt zwemlessen te geven en spelenderwijs zichzelf te laten redden in het water. Peter Elfrink, ProTiel. Ja, ik vind het een heel sympathiek idee om een heel groot zwemparadijs te hebben. Ik vind dat een zwembad in Tiel, en als dat op die plek is, in ieder geval ruimte moet geven voor waterpolo, recreatief zwemmen en speelgelegenheid, waterspeelgelegenheid voor de kinderen en zo. Maar met de beldert in mijn achterhoofd, ik denk dat we niet in de valkuil moeten stappen om dat als voorbeeld te nemen en daartegen in concurrentie te gaan. Ik denk niet dat dat onze rol is als gemeente. Una Seuze van GroenLinks, je wilt daarop reageren? Ja, dat we een zwembad nodig hebben in Tiel, dat die er moet zijn. Absoluut, ook voor de kinderen. Want vroeger hadden we en nog steeds, dachten we op de schoolzwemmen. Kinderen moeten zo snel mogelijk... Nou, schoolzwemmen hebben we nog steeds, hoor. Ja, dat zeg ik. En dat is ontzettend goed om onze kinderen zo vroegtijdig te leren zwemmen. En ook voor de sport is zwembad een enorm goede bijdrage. Maar het moet wel bereikbaar zijn voor iedereen. En ik ben bang, of wij zijn bang, dat als we een hele luxe, een hele grote, dure zwembad krijgen, dat het dan eigenlijk minder toegankelijk zal zijn voor iedereen in Tiel. Kale Kreuk, PVDB.
Ja, het gaat dus feitelijk om, kiezen we voor een bak met water waarin gesprongen kan worden, of gaan we iets extra's doen en gaan we inderdaad zorgen voor, wat meer recreatieve mogelijkheden. Mevrouw Kreuk, even de interruptie. Dit is de makkelijke voorstelling van zaken. Als het water tegen de plinten aan zou klotsen, om even in de beeldspraak te blijven, dan zou je dat kunnen doen. Maar een tropisch zwemparadijs, dat brengt aan bezoekersaantallen nooit de lasten op die het zou kosten. Dus dan heb je geen heeft focus het nu al en over een tropisch, nooit op orde. U heeft het nu al over een tropisch zwemparadijs. Ik hoor dus juist al een gigantisch zwemparadijs. Volgens mij moeten we het niet groter aanpakken dan dat het nodig is. Maar als we kijken naar de speerpunten in de regio, die, waaronder één recreatie en toerisme is, en waarin de gemeentes in de regio ook gevraagd wordt om daar medewerking aan te verlenen, dan denk ik dat we daar een hele mooie invulling aan kunnen geven. Mag ik daar even op inhaken? En op het moment, ik wil eigenlijk even mijn verhaal afmaken. Ja, maar toch wou ik even net op dit punt even inhaken. Laat Carla dan even de verhaal afmaken, twee zinnen, en dan mag jij. Het belang van een zwembad is net al aangegeven voor die basisvoorzieningen, maar die plus die zouden we heel graag willen hebben. We kunnen daardoor als Tiel ons onderscheiden in de regio. Dan gaan de gezinnen niet, als ze het kunnen betalen, naar Os of naar Nijmegen of naar Den Bosch, maar dan blijven ze gewoon in Tiel. En uiteindelijk, we zijn op werkbezoek met de hele raad geweest naar Zutphen. Daar staat zo'n zwembad, zo'n uitgekleed zwembad. En ze zijn er op dit moment al op teruggekomen dat de exploitatie niet rond te krijgen is, omdat de bezoekers aantallen zo teruglopen. Camille. En daar gaan ze nu al in extra Eindhoven investeren. In Eindhoven is zo'nzelfde paradijs failliet gegaan. Heet u Camille? Camille. Dank. Ik ben blij dat ik nog even moest wachten, want je hebt inderdaad mijn punt nog wat verder uitgebouwd. Wat ik ontzettend mis is, wij zijn Tiel, we zijn de stad van de regio, we zijn groter dan de rest. Dus dat hoor ik heel vaak, dat is iets wat mij altijd een beetje triggert als niet helemaal origineel Tielenaar. Maar waarom hebben wij die handschoen, je zegt net al de regio, waarom hebben we die niet gezamenlijk met de regio opgepakt? Nu zie je in Geldermalsen een zwembadje wat net niet is. Je ziet in Culemborg, die is net wat groter, maar is het ook net niet. Wij gaan dadelijk, en dat durf ik nu te beloven, een zwembad neerzetten waar je veel meer had kunnen bereiken. Als je dat nou met een paar gemeenten samen had gedaan, had dat dan inderdaad een zwembad als Os neergelegd, dan had je inderdaad voor de hele regio wat bereikt. Dan waren die mensen daarna lekker een patatje komen eten in de binnenstad, of een biertje of wat dan ook, en dan had je alles gehad. Ik geloof niet. Volgens mij was het een interruptie op mij. Misschien dat ik er nog even op mag reageren. Ton Zuidenmaak maakt even zo'n verhaal, zo'n punt, en dan mag jij weer. Nou, eens met de Partij van de Arbeid. We hebben eerder een voorstel gedaan in de Raad om het inderdaad regionaal aan te vliegen. Over meer projecten trouwens, dan kun je veel meer bereiken. En nogmaals, dat die plus variant van het zwembad. Kijk, u heeft moeite om geld uit te geven aan het onderwijs. U heeft moeite om geld uit te geven aan parkeren. En u wilt het wel uitgeven aan de zwembad. Ik snap het. Moeite om geld uit te geven aan het onderwijs, daar wil je op reageren? Nou, ik wil nog op het zwembad. Ik wil ook nog reageren op de opmerking van mijn buurman. Volgens mij, en dan ben ik het natuurlijk weer even kwijt. Even terugpakken hoor. De regio. Ja, de regio, dat was het inderdaad. Wat u zegt klopt helemaal. We moeten inderdaad samenwerken en we moeten ook over de grens samenwerken. Dat hebben wij ook als commissie en ook als raad, daar was u geloof ik niet bij, hebben we dat ook aangegeven. En die opdracht hebben wij ook meegegeven aan de wethouder. Dus wat ons betreft is dat ook een opdracht misschien aan een nieuwe wethouder. Marcel Melissen, VVD. Ja, ik vind de regio oplossing eigenlijk buitengewoon interessant. Het is namelijk heel erg moeilijk om al die gemeentes die als een zwembad hebben, om die te overtuigen dat zij hun zwembad moeten afstaan voor een andere gemeente. Ik vraag me af. Zijn er maar drie in de hele regio? Ja, kan er zijn meer gemeenten. Ik ben benieuwd. Welke stad als eerste zou zeggen, nou laten we maar ergens in het midden zetten dan. Dat is nog een vrij ingewikkeld proces. En volgens mij zijn we in de regio daar jaren over aan het praten. Terwijl ons zwembad gewoon vernieuwd moet worden. Ik snap wel de oplossing. Ik ben het er ook eigenlijk mee eens. En je kunt ook zeggen, van laten we dan als regio's de drie zwembaden die er zijn gaan betalen. Dat is ook een gesprek. Maar ja, voordat je dat met elkaar rond hebt in deze regio, dan moeten we nog echt wel eventjes aan de slag. En volgens mij hebben wij in deze stad nu heel hard nodig een nieuw zwembad. Ja, maar Frank Protiel. Als je nu kijkt naar een zwembad, dan hebben we nu een bak met water.
Nou, dat vind ik echt kort door de bocht. Ja, ik vind het, nou goed, dat kan wel, maar ik vind het grotendeels een bak met water. En de andere kant is zeg maar een zwemparadijs, maar daar zit tussenin. En in zoverre heb ik wel een beetje een beeld van waar je naartoe wil. Want een bak met water willen we niet, want dan is er schoolzwemmen. En voor de rest is er voor de kinderen geen vertieren. En daar gaat het om. En een bak met water is misschien voor mij straks, ik ben dik in de 60, dus dan ga ik daar gratis zwemmen voor 10 uur of zo. Las ik nog een keer ergens. Maar je moet daar een tussenweg in vinden. En het moet ook gewoon financierbaar en haalbaar zijn. Dat vind ik wel van belang. Ton Zuidema, D66. Ja, het gaat om die financiering. Kijk, ik denk dat niemand tegen een prachtig zwembad is met toeters en bellen. Natuurlijk wij ook niet. Maar het gaat erom dat je als gemeente een behoorlijke last hebt. We hebben geprobeerd dit zwembad te privatiseren. Daar was geen belangstelling voor. Ook niet als we alle vrijheid hadden gegeven aan de markt. Dat hebben we ook gedaan. Maak er sauna's bij, maak er woongelegenheid bij. Zorg dat er sportfaciliteiten kunnen. Niemand was geïnteresseerd. Maar deze coalitie heeft zich wel hard gemaakt voor het behoud van dat zwembad. Kruik Wilderman, je wil reageren? Wij hebben de raad voorgesteld om te gaan kijken of dat de combinatie met bouw van een zwembad en op het perceel zelf ook woningbouw mogelijk zou kunnen zijn. En daar was de raad niet toe bereid. Ja, nu gaan we weer terugpakken op woningbouw op de parkeerterreinen van het zwembad. Dat we dat dan zo goed konden verkopen en daardoor een duurder zwembad neer zouden kunnen zetten. Dat is onderzocht, dat is lariapenkool, dat is niet financieel haalbaar. En dat is een konijn uit de hoge hoed of een worst die je mensen voorhoudt. Lariapenkool en ja, noemen ze creatief financieren. Nee, ik vind dat echt... Ik vind dat echt de mensen een worst voorhouden, een financiële worst voorhouden, dat we daar de centen voor hebben, dat we daar het geld vandaan kunnen halen. He, extra woningbouw is niet waar, is onderzocht, klopt niet. Nou, u heeft blijkbaar inzicht in onderzoeken die wij niet hebben. Nou, u dat was zelf één. Bij de beeldvormingsavond. Nee. En daarnaast is het zo dat als we het op deze manier gaan doen, krijgen we uiteindelijk de rekening. En dan zullen we uiteindelijk de dure rekening betalen. Ik ben blij dat u een glazen bol heeft waar u in de toekomst kunt kijken. In dit geval wel, ja. Want het is in Zutphen ook het geval. En daarmee komt deze stelling tot zijn eind. Het grote lijsttrekkersdebat van Tiel op Regio TV Tiel, daar bent u getuige van. De 9 lijsttrekkers, ze staan hier nog steeds om hun water te verkopen. Zo zullen we het maar even omschrijven. Nog even een hartelijk applaus voor deze mensen. We zijn toegekomen aan de volgende stelling. De regio zet in op 3 speerpunten. Economie, logistiek, recreatie en toerisme en agribusiness. De regio Fruit-Delta Rivierenland behoort tot de 4 snelst groeiende regio's van het land. Dit lukt doordat er meerdere O's intensief samenwerken. De overheid, de ondernemers, maatschappelijke organisaties en het onderwijs. De stelling. Als we in de regionale en lokale arbeidsmarkt willen investeren, moeten we aan de basis in Tiel voldoende investeren in goed onderwijs door te zorgen voor moderne schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs waar kwalitatief goed onderwijs gegeven kan worden. Wie mag ik de openingsdans geven? Ik denk de onderwijspartij, dat u die de openingsdans wil geven. Dank u wel. Begin maar. Ja, natuurlijk is dat zo. Kijk, ontwikkeling, werkgelegenheid begint bij onderwijs. Laaggeletterdheid oplossen begint bij onderwijs. Onderling respect voor elkaar begint bij onderwijs. Tegenwoordig doe je dat in een goed geoutilleerd gebouw. Gebouwen moeten toekomstbestendig zijn. Het Lingo College is dat op dit moment niet voldoende. Deze locatie nog beter dan de Heiligenstraat, maar er moet van alles gebeuren. Dat kan niet langer wachten. Het wordt alsmaar duurder als je langer wacht op dit moment. Bouwkosten stijgen. Dus zo snel mogelijk moet daar een paal in de grond en er moet gebouwd gaan worden. Wie wil hierop reageren? Krachtig, Tiel, Teus van Duin. Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik vind namelijk niet dat de kracht vanuit het onderwijs moet komen. De kracht moet komen vanuit het bedrijfsleven. Die moeten aan kunnen geven van wij hebben... Maar het bedrijfsleven gaat toch de jongeren niet van scholen voorzien? Het bedrijfsleven heeft nog nooit de school gesponsord. Nee, dat lijkt mij dus ook een beetje vreemd. Het is belangrijker tegen de tijd dat je afgestudeerd bent, is het bedrijf al lang op een andere markt bezig of al lang verder geëvolueerd. Dus als ik even mijn betoog af mag maken. Ja, dat mag. Krachtig Tiel heeft namelijk het plan opgevat om het bedrijfsleven uit te nodigen. Om aan te geven welke opleidingen mensen die nieuwe werknemers moeten hebben.
En maar wederom, dat is van dit jaar. Dat duurt dan 3-4 jaar, wat langer. Want eerst zul je die opleiding nog een keertje moeten gaan vormgeven. 2-3 jaar, roep maar eens wat. Dan gaan, vervolgens zijn die mensen 3-4 jaar aan het studeren. En dan, hey, nieuwe crisis, andere markt, nieuwe robotica. Volgens mij is de stelling anders. Volgens mij was de stelling met de glazen school voor installatietechniek. Die is failliet gegaan. De stelling was over de schoolgebouwen. Precies. En we kunnen natuurlijk het bedrijfsleven erbij halen en alle verbindingen zoeken met stageplaatsen. Allemaal handig, verstandig, noodzakelijk. En die goede gebouwen zijn ook noodzakelijk. Volgens mij is de discussie over wat nu betreft het Lincoln College gaat vooral om de vraag hoeveel geld mag het kosten en op welke wijze ga je dekken en ben je bereid om daar 23 miljoen voor neer te leggen of 17. En als je daar nog niet helemaal uit bent, is het proces zoals gevolgd is om te komen tot die 23 miljoen, terwijl de raad had besloten 17 miljoen. Meneer Medersen, dat is of dat de juiste weg is. Er zit geen leerling te wachten op dit soort geklets. Leerlingen worden niet, leren niet van een beetje gelul over procedures. Leerlingen die leren in een goed gebouw en die hebben niets te maken met procesvoering. Die willen een gebouw, die hebben daar geen enkel idee van wat die processen zijn om aan het geld te komen. Het was ervoor vrijgemaakt, kapitaallasten is geen enkel probleem. We kunnen gewoon als gemeente gaan bouwen. Het geld is er. Ja, maar u heeft mij niet horen zeggen dat ik niet voor die gebouwen ben. Ik heb dat toch. Wie wil hier nog meer op reageren? Ik wil even belangrijk mijn punt maken. Ik heb niet gezegd dat ik niet voor die gebouwen ben. Waar het om gaat, en dat moet ook wel de kijker weten, dat het niet gaat om de vraag, willen we die gebouwen? Het ging nu echt serieus over de vraag, de gemeenteraad had 17 miljoen beschikbaar gesteld, het werd 23 en wie is nu uiteindelijk de baas? En dat is de gemeenteraad. En dat vindt de VVD belangrijk. Wie wil je opleggen? Het financieringsprobleem was opgelost. De VVD creëert een nieuw probleem. Even over 17 en 23 miljoen, want ik ben nieuwkomer. In de raad, daar gaan we vanuit. En ik las in de stukken dat zeg maar de rentelasten zijn zo laag dat je zeg maar de ruimte ervoor voor hebt voor die 23 miljoen. Dat kan. Maar ik ben dan altijd even benieuwd hoe lang de looptijd is van de rente. Want als je nu rekent met een rente van, laten we zeggen, 0,5%, loopt die dan door. Heb je dan doorgerekend over de hele looptijd van de financiering? Want dat is ook het risico wat aangegeven wordt. Als dat niet het geval is, dan moet je een paar scenario's maken. Want veronderstel dat de renteconversie over 10 jaar is en hij is dan een procent gestegen. Met dat soort conservatisme kan je niks meer bouwen. Die renteverrekening is doorgerekend. Dat is geen enkel probleem. Over lange termijn, 30 of 50 jaar, geen enkel probleem. Ik vind het buitengewoon jammer dat het hier alleen nu weer over de financiën gaat. Terwijl we het zouden moeten hebben. Over goede huisvesting voor onze leerlingen hier in Tiel. Maar volgens mij zijn we het daar allemaal wel over eens. Volgens mij zijn we het daar allemaal over eens. We willen allemaal goede huisvesting voor de leerlingen in onze gemeente en in Tiel. En het liefst ook nog voor de leerlingen daarbuiten. Het gaat er inderdaad om hoeveel zou dat kunnen zijn. Ja, in ieder geval niet voor een tientje, mevrouw. Nee, nou maar kijk, volgens mij hebben we het hier niet over een tientje, maar over 18 miljoen. Nee, maar u bent wel van de creatieve oplossing. Ik denk voordat u begint. Ja, ik ben zeker van de creatieve oplossingen. En daar hebben wij ook in maar de commissie gezegd. Maar het college had die creatieve oplossing bedacht. Mevrouw Kreuk even de verhaal afmaken? Ja, maar het gaat over creatieve oplossingen. En mevrouw Kreuk brengt het probleem. Zeker. En het probleem had de raad nou juist opgelost. Die opdracht hadden wij aan de raad gegeven. En nu is de oplossing die creatief is, die bevalt mevrouw Kreuk niet. En dan trekt ze de stekker eruit. Nee hoor, ik heb complimenten gegeven om de creatieve oplossing. En wij hebben gevraagd, kom met een onderbouwing. Kom met een risicoanalyse. En dan gaan we er serieus naar kijken. En wij zijn voor goede huisvesting. Laat dat duidelijk zijn. Ik zal toch eens een keer de vraag andersom willen zetten. Waarom is het tot zover gekomen dat er zoveel achterstallig onderhoud is, dat we in één keer die 23 miljoen, wat u zegt dat het transparant is, maar waar heel veel mensen nog vraagtekens over hebben. En het moet toch wel goed voorbereid zijn. En dan gaat het natuurlijk om goede gebouwen. Kinderen moeten in goede gebouwen onderwijs kunnen krijgen. Maar het gaat ook om de kwaliteit van het onderwijs en het aanbod van het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs gaan wij als gemeenteraad niet over. Wij gaan alleen over de bouw van de gebouwen. De kwaliteit van het onderwijs is in handen en in goede handen bij het RSG Lingen College en alle leerkrachten die zich dagelijks inzetten voor het onderwijs. Wij gaan over de gebouwen daar hier. Daar heb ik alle vertrouwen in. En die gebouwen waar 23 of 18 miljoen aangeplakt moet worden, dat moet wel in een transparante manier. Ik vind het woord aanplakken vind ik heel kwalijk. Nee, het is niet we investeren in onze jeugd en in onze jongeren die hier in Tiel naar school moeten kunnen gaan. En in een goed, gezond, veilig en leerklimaat
hun onderwijs moeten kunnen volgen. Dat vinden wij belangrijk. Het gaat om ook het bedrag van 18 miljoen of 23 miljoen. Maar meneer, het is gemeenschapsgeld. En die gemeenschapsgeld, dat moet gewoon goed besteed worden. Transparantie waar u om vraagt, heeft u recht op. En natuurlijk heeft u groot gelijk in. Die willen we allemaal. Anders kun je niet goed met elkaar zaken doen. Dus dat is geregeld. He, die kapitaallasten zijn doorgerekend en daar kunt u op vertrouwen. Waarom het zo ver gekomen is, dan moet u vragen aan vele jaren terug, aan de raadsperiodes van toen. Maar de fasering nu... U toen ook niet in de coalitie? Dat is heel lang geleden. Maar de fasering waar u vraagt, die is aangebracht. En de kapitaallasten die stijgen nu, omdat, of tenminste de investering stijgt, omdat de rente flink aantrekt. En daar kan het Lingo College niks aan doen, daar kan de gemeente niks aan doen. Dat is een economisch gegeven. Maar er is een creatieve oplossing voor bedacht. En die doet recht aan de wensen van de school. Maar en de wensen van de college. Ja, ik hoor zeggen dat de rente aantrekt. Maar volgens mij is de oplossing die nu gekozen is juist een renteverlaging, omdat de rente laag is. Dus wat u zegt klopt niet. Laten we daar even helder over zijn. Ja. Dat is juist waar het nou even om gaat, dat is ook best wel een ingewikkeld onderwerp. A, VVD is tegen goede, of is voor goede gebouwen voor onderwijs. VVD is tegen een onzorgvuldige besluitvorming als het gaat over risico's. Dit gaat om veel geld. Als gemeenteraad en als raadslid heb je de taak om goed in beeld te hebben. Wat zijn precies de risico's? Kunnen we het dragen of niet? Welke problemen kun je aanlopen? In de stukken staat ook al een waarschuwing. Als dat in de stukken staat, is het logisch dat je als partij, als VVD, als, ik vind eigenlijk dat jullie allemaal zouden moeten zeggen, kijk naar de risico's, want het gaat niet of we het willen, maar we willen het zorgvuldig en de risico's in beeld hebben. En ik vind het toch wel heel frappant, want u zit zelf ook in het college, u komt met een voorstel en u geeft hier weer een heel ander voorstel van zaken. Zijn de risico's nu wel of niet in beeld? Ik heb een hele simpele vraag, want ik ben er niet bij geweest. Als ze in beeld zijn, dan weet toch iedereen waar we over besluiten? Ja, maar dat is dus niet zo. D66. Als u dus de risico's, ze zijn niet in beeld. Als u de risico's kunt inschatten voor dit soort projecten, en er wordt altijd met risico's rekening gehouden in elk project, maar als u ze kunt inschatten voor de langere termijn, dan wordt u binnenkort een hele grote partij. Dat is niet wat ik zeg, maar ik bedoel, je moet een risico inschatten, je kunt met scenario's werken, je hebt nu de huidige rentestand, wat gebeurt er dan op lange termijn? We doen er 0,5% bij, we doen er 0,5% bij, dat is wat je bij elkaar moet doen. We zijn toegekomen aan de volgende stelling in deze aflevering van het grote lijsttrekkersdebat op Regio TV Tiel. En die luidt als volgt. In Tiel komen steeds meer camera's. Er zijn buurtpreventieteams. De stelling luidt als volgt. Tiel moet veiliger. Wie opent de dans? Ik zoek even naar de connectie tussen veiligheid en camera, want het een suggereert nog niet het ander. Maar PvdA toch wordt er ingezet op de aanschaf van camera's en het blijkt dat het werkt. Die onderzoek, ja, als je alles in beeld kunt brengen en altijd alles kunt in de gaten hebt, dan zal het vast werken. Maar dan hebben we nog volgens mij ook wel wat boekjes uit 1984 en dat soort verhalen. Wij als PvdA zijn niet voor het inzetten van camera's op alle punten. Ik hoef niet overal gefilmd te worden. Het gaat veel meer over bewustwording en preventie. En hoe ga je om met je eigen omgeving en je eigen stad, zal ik maar zeggen. Dat vinden wij vele malen belangrijker dan met het grote vingertje en de camera. Maar het blijkt dat niet iedereen daar zo over denkt, anders zou die criminaliteitscijfers niet zo hoog zijn. Ik ben dat ook niet met de Partij van de Arbeid eens. Ik vind dat toch een niet beetje. Niet toch wel? Niet. Ik vind het een beetje slap verhaal. Waar het om gaat. Nee, is, we hangen een camera op en alles is opgelost. Dat is zeker heel keihard. Als het blijkt dat camera's helpen bij oplossen van veiligheidsvraagstukken en ook het misschien wel het vinden van daders en dat die ook vervolgd kunnen worden, moet je dat doen. Maar daders vangen, meneer Medersen, daders vangen doe je met agenten. En wijkagenten hebben we nodig, die hebben we ook gekregen. Daarom dalen de criminaliteitscijfers ook. Niet door die camera's waar iemand in Nijmegen achter zit te kijken. De politie is heel blij met camera's. Hoe meer camera's zijn ondersteunend aan een aantal maatregelen. Die camera's ondersteunen de agent op straat. Die camera's die ondersteunen bij opsporing. Die camera's ondersteunen als preventief middel. Je kan ze inzetten op plekken waar het nodig is. Je hoeft de stad niet te camera's zijn nodig omdat we alle wijkagenten weggesaneerd hebben. Die camera's zijn nodig omdat we met z'n allen gewoon allemaal bij onszelf bezig zijn en niet meer met de maatschappij. Volgens mij is dat in Den Haag besloten, dus u bent er zelf verantwoordelijk voor. De stelling luidt, de vraag. Tiel moet veiliger. En dat mag best geld kosten in Osseuze. Tiel moet veiliger.
En of je dat nou met de camera's alleen kan doen, of als je camera's neerzet, verschuif het dan niet van het ene locatie naar een andere locatie. Ik denk dat we ook die stadswachten en de andere methode hebben. En we hebben ook te maken met de privacy van de mensen. En goed onderwijs en goede goed gebouwen. Goed onderwijs, ja, absoluut. Kijk, camera's per definitie kun je inzetten als het nodig is. Daar ben ik het ook volledig verstrekt mee eens. Maar het is niet altijd, altijd de beste oplossing. We zullen ook in moeten zetten op preventie. Daardoor kun je met elkaar ook je inwoners meer betrekken. En met elkaar ervoor zorgen dat we ook met respect en ook veilig met elkaar om kunnen gaan. Die buurtsignalering is heel belangrijk. Een stuk extra blauw op straat is heel belangrijk. Maar ook met elkaar, hoor. Daar ligt ook een grote taak bij ons als inwoners. Maar, dat we dat met elkaar oppakken. Dan krijg ik het volgende verhaal. Die buurtpreventieteams, waar ligt de grens? Nog niet zo heel erg ver hier vandaan. Zijn er buurtpreventieteams die redelijk professioneel werken? Waar ligt de lat? Nou ja, kijk, professioneel werken als buurteams, dat vind ik een stap te ver gaan. Ik denk dat je toch wel met meer blauw op straat en de wijkagenten, dat je daar ook wel het een en ander mee zult kunnen bereiken. Maar wat ik op bedoel, is dat je als preventie ook inzet. Je kunt veel beter zaken voorkomen, als dat je achteraf zeg maar gaat dweilen, als de boel al is overgelopen. Maar ze melden ze weer en ook met elkaar, hoor, aan preventie. Ja, dat heeft u mij horen zeggen. Op sommige plaatsen is het waarschijnlijk noodzakelijk. Wij hebben ook voor dat voorstel gestemd, omdat dat daar noodzakelijk is. Maar wat ik ook durf te zeggen, is dat we ook met elkaar als inwoners van Tiel het hufterige gedrag, het pesten, het asociaal rijden door de binnenstad, et cetera, ook met elkaar niet meer moeten tolereren. En dat daar inderdaad ingezet moet worden door meer blauw op straat, meer controle en ook een stuk preventie aan de voorkant. Ik krijg een heel onheimisch gevoel. Ja. Want ik heb het idee, woon ik in dezelfde Tiel als jullie? Ik heb niet misschien echt een betere buurt. Nee, ja, ik woon in een betere buurt. Ik ben in Passewaaij begonnen. En ik woon nu ook uitstekend. En we hebben ook WhatsApp-groepen in de buurt. En er zijn mensen die zelf camera's op heel veel illegale dus bijplaatsing ook in Passewaaij. Wat zeg je? Heel veel illegale bijplaatsing van zwerfvuil. Camera's een nut kunnen hebben om dit soort dingen tegen te gaan. Want ik bedoel, ik zie die foto's ook. Maar in de hele discussie lijkt het net alsof we in Sodom en Gomorra leven. En dat gevoel heb ik helemaal niet. Nou, dat kan ik sowieso wel redelijk mee aansluiten. Alleen wat ik van belangrijker vind, dit is symptoombestrijding. We gaan een cameraatje hangen om mensen te pakken. Maar volgens mij moet je gaan kijken, waarom doen die mensen dat? Is dat verveling? Want het zijn onze eigen jongens, hè? Het is niet allemaal wat we altijd zeiden. Het zijn de mensen van de A5. Klopt. Het zijn onze eigen kinderen, onze Klopt. Eigen Er moet voor de jeugd iets te doen zijn. Goed onderwijs helpt daarbij. Een stukje voorlichting. En de mensen moeten zich betrokken voelen, wat mevrouw Sonstolk ook zegt. Veiligheid is ook een heel breed begrip, hè? Want het gaat niet alleen over overlastgevende jongeren of baldadige jongeren. Het gaat ook hier gewoon om de harde criminaliteit die we in Tiel hier moeten aanpakken. Met een camera. Nee, daar gaat het niet om. De stelling was, moeten we investeren in veiligheid. Dat was de stelling. Marcel Melissen, VVD. Ja, nou kijk. Ben ik het wel eens met dat Tiel niet super, laten we zeggen, onveilig zou zijn. Want dat is niet de waarheid. Dat is niet de waarheid. En er is ook heel veel gedaan, ook door de burgemeester, om de inbraken aan te pakken, overlast aan te pakken, criminele groepen aan te pakken. Allemaal waar. En toch hebben we, als vindt de VVD althans, camera's nodig. Daar bij de zere plekken. Daar waar wel overlast is. Daar waar wel criminele activiteiten plaatsvinden. En die heb je nodig om dingen aan te pakken en op te lossen. Dat los je niet alleen maar op om overal camera's neer te zetten. Maar nu dat de coalitiepartijen toch hier zijn, was deze coalitiepartij niet degene die die stadswacht heeft geprivatiseerd naar de Avri en daardoor ook veel minder zichtbaar blauw Nee, dat heeft u niet helemaal begrepen. Nee. Nee, daar klopt helemaal niks van. Die zijn juist heel uitstekend geprivatiseerd en naar de Avri gebracht om te professionaliseren. En die slag nee, is nee, gemaakt. Nee. Van mijn parkeerboetes te schrijven. Heeft de onderhandelingen, sociale onderhandelingen gedaan hier in Tiel met de FNV. En wat er daarna is van terecht gekomen, dat heeft effect gehad op de blauw op straat. Marcel Melissen van de VVD weet daar alles van. Klopt dat? Nou ja, weet je, dus een aanname. Hij heeft gesproken met zijn zus, dus prima. Volgens mij gaat het daar niet over. Waar het om gaat is waarom, dat wat heeft die zus ermee te maken? Ja, dat moet meneer Seuss uitleggen. Ja, meer blauw op straat. Ja, hij zegt ik het. Heb, ik, heb, ja.
Ik heb... Waar het gaat is dat, dat die organisatie is overgezet naar de AVRI. En zijn daar aan de hand van de afspraken die we hebben gemaakt. Ook als gemeenteraad is het allemaal aan de orde geweest. Zijn zij hun dingen gaan doen? Nee. Tijdens die sociale onderhandelingen wat mijn zus inderdaad gedaan heeft. En de effecten van de privatisering naar de AVRI toe, dat heeft een negatieve gevolg gehad. Ik vind dit toch wel te ver gaan. De stelling is, we willen een veiliger Tiel. En nu gaan we het hebben over een sociaal verhaal rondom de AVRI. Ik vind dat echt te ver gaan. Nee, het gaat juist om van dat de stadswachter geprivatiseerd naar de AVRI. En dat heeft een negatieve effect gehad op de uitstraling in Tiel. Ik denk dus alleen niet dat de stadswachter heel veel impact hebben op woninginbraak, op zware criminaliteit, op wietteel. Volgens mij zijn daar de stadswachter niet voor uitgevonden. Teus Verduin van Krachtig Tiel, je hoort het zo allemaal een beetje aan. Wat vind je ervan? Ja, ik heb heel de avond al proberen in te breken, een keer of 10. Maar ik denk dat mijn microfoon uitstaat. Preventie. Ik heb in mijn introductie al gezegd dat de stadswachten best eens een keer s'avonds en s'nachts ingezet kunnen worden. Want dan gebeuren er hele vreemde dingen. Ik ben als horecaondernemer met een nachtvergunning ben ik nog wel eens s'avonds, s'nachts laat. Zeker dus 's ochtends vroeg op stap. En wat ik dan allemaal zie en hoor. Ik bel nog wel eens een keer de politie. En die komen er dan ook gelukkig aan. Maar dus ik denk dat de stadswachten, zeker toezichthouders, daar een hele grote taak in kunnen hebben. Maar denkt u wat het kost als u wat later open blijft en u wilt daar extra stadswachten voor hebben? Dat is niet te betalen. Wat voor oplossing heeft u daarvoor? Nee, het gaat niet om mij. Het gaat om heel de binnenstad. Ik zie op zaterdagavond zie ik ook 1 of 2 politiewagens bijna heel de avond op het plein staan. Waar wij zitten gelukkig niet, is ook niet nodig. Wij handhaven zelf wel. Maar als wij naar huis gaan, dan komen er heel veel jonge lui die komen los. Nou, ik ben blij dat mijn dochter van een jaar of 17, 18, 19 niet in Tiel rondloopt om die tijd. Martin Koning, ChristenUnie. Ja, wij hebben altijd als stelling gehad dat camera's is leuk. Dat helpt voor een moment en dan verschuift het probleem weer. Ik denk dat je meer als mensen naar mensen toe moet gaan. Dat je je wijkteams beter moet versterken. En dat je meer moet gaan zoeken naar oplossingen die wijkgebonden zijn. En dus elk probleem op een aparte manier aanvliegen. En daar, naar die wijkgebonden zaken, daar zou ik veel meer geld naartoe willen en veel meer mensen op willen hebben. Dat wil ik graag op. Inhaar. En daarmee kwam deze stelling tot zijn eind. We zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma, het grote lijsttrekkersdebat op Regio TV Tiel, de laatste stelling van de avond. Elke politieke partij heeft ambities. De ene wil verder met de klus waarmee hij bezig was, de ander vindt dat het geheel over een andere boeg gegooid moet worden in Tiel. Het is niet waarschijnlijk dat er één partij de absolute meerderheid gaat halen. En er zal hoe dan ook samengewerkt moeten worden. En samenwerken betekent dat er soms water bij de wijn gedaan moet worden. De stelling. Deelname aan een nieuw college is voor mijn partij op dit moment belangrijker dan de uitvoering van het eigen partijprogramma. Wie wilde dan zo? Ja, ik zou dat graag willen doen, want wij hoeven geen deel uit te maken van het college. Ik denk dat jullie sowieso blij zijn als jullie in die raad komen. Nee, wij komen. Wij komen sowieso met 3 zetels in de raad. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, dus dat. Wij komen met 3 zetels in de raad. En dan zouden we net zoals in 2002 met 8 zetels in de raad komen. Dan gaat het niet over dat wij graag in het college willen zitten en op het plus. Het gaat erom dat je met elkaar. Want ik heb in 2002 heb ik de collegeonderhandelingen in de raadzaal mogen leiden. In het openbaar. En toen heb ik voorgesteld aan alle partijen, zullen we een raadsprogramma maken en daar wethouders bij zoeken die dat raadsprogramma van ons uitvoeren. Dat betekent dat je met elkaar op zoek bent vanuit alle partijprogramma's, wat kunnen we met elkaar behappen? Wat met de beste financieel? Mensen. Zegt hij? Met de beste mensen. Met de beste mensen. Dan hebben we ook geen gedoe met een collegegroep die 14 zetels of 15 zetels heeft met een oppositie. Dan kun je toch gelijk de hele democratie afschaffen? Nee, dat hoeft helemaal niet. Ik heb werkelijk de vraag. Als u niet de verantwoordelijkheid wil nemen om in een college te gaan zitten, wat doet u hier dan? Nee, je moet me geen woorden in de mond leggen die ik niet zeg. De stelling is namelijk of je goed in het college wil.
Nee, dat hoeft niet goed. Ik bedoel, je moet voldoende volume hebben om überhaupt uitgenodigd te worden. Het is nog steeds gebruik, en dat vind ik goed, dat de grootste partij het voortouw neemt. Dat hebben wij één keer mogen doen. Nou, dat hoeft niet hoor. Want? Ja, je hoeft niet... om uitgenodigd te worden. Nee, het kan ook zijn dat je van buiten gesloten wordt. De grootste partij nodigt uit. Nee, nou, maar goed. Ik vind het wel leuk, daag ik u uit. Ja. Het is 22 maart, de uitslagen zijn geweest. Hoe ziet dat college er dan uit? Dat moet je mij nu niet van de over. Ik bedoel, als ik 3 zetels haal, dan spring ik een gat in de lucht. En als ik er meer haal en zo, dan moeten ze me ergens van boven weghalen. Maar kijk, in ieder geval... we hebben hier met elkaar allemaal de mond vol dat we onze inwoners willen betrekken. Precies. Laten we dan eerst 21 maart maar eens even afwachten wat die inwoners gaan stemmen. En dan praten we verder. Dat is ook voor Protiel de lakmoesproef. 21 maart. Maar ze meden ze VVD. Nou ja, het verkiezingsprogramma is ons uitgangspunt. Dat wil je natuurlijk altijd bereiken. Het probleem in ons land is een enorme verdeeldheid. Dus als je zolang je niet de absolute meerderheid hebt, nou die zouden we dan best wel willen hebben. Want dan kunnen we alles doen wat we willen. Maar als je hem niet hebt, zul je moeten samenwerken. En je kunt alleen maar samenwerken als je ook bereid bent om een aantal stapjes terug te doen. En dan met elkaar te kijken wat is dan het beste voor die stad. En welke richting zouden we met elkaar op moeten. En dat is eigenlijk heel verstandig als je dat kan. Dat wil dus zeggen... Dat wil dus zeggen, en de voorgangers hebben al aangegeven, ik heb dat in het begin ook al gezegd, het moet eens een keer anders. Het hoeft niet alleen maar in de coalitie of in de oppositie. Het gaat gewoon van dat we met samen met de inwoners... Wat zou je dan anders willen? Coalitie, oppositie, welke smaken zijn er nog meer in de raad? Dat de inwoners veel meer en veel beter betrokken worden door... Maar we willen alle inwoners dat. Dat vind ik ook altijd een cruciaal. Ja, we hebben het allemaal over participatie en het moet. Het is participatie is onderhand gewoon een verkapt woord geworden voor bezuinigingen. Want het volk wil dat. Nee. 80% van de bevolking stemt op ons omdat wij het kunnen gaan oplossen. Niet door cijfers. Wij hebben de ervaring... Als je op onderwerp, op thema's, de mensen die expertise hebben in Tiel... Expertise, dat is een ander woord. ...in Tiel en die steeds meer en beter betrekken bij de besluitvorming. En daar gaat het om. En dat staat ook in de andere verkiezingsprogramma's. Want wij hebben dan echt invloed voor Tielse burgers op de besluiten vooraf. Ik heb de andere verkiezingsprogramma's erbij gezet. Het PvdA wil samen met inwoners zoeken naar nieuwe werkwijzen. Top. ChristenUnie, openstaan voor initiatieven van bewoners. Top. VVD, ruimte voor eigen initiatieven. Top. Het college begint zo langzamerhand te groeien. Bewonersinitiatieven ondersteunen. Dat spreekt mij als opbouwwerker uitermate goed aan. D66, inspraak van bewoners vergroten. Foutjesysteem voor de wijken. Top. GroenLinks, meer rechten en ruimte voor vrijwillige initiatieven. En krachtig Tiel. Dichten van de kloof van burgers en politiek. Ik denk, waarom hebben we hier nog een discussie over? Ja, ik heb het ook door. Ja. Nou, Daar wil ik wel zeggen waarom dat er nog steeds een discussie is. Want de coalitiepartners die zeggen nu opeens van we moeten naar de burger gaan luisteren. Dat hebben ze dus de laatste jaren... Beste meneer Verduin, ik maak daar toch echt bezwaar tegen hoor. Want wij zijn een partij met allemaal vrijwillige mensen die midden in de samenleving staan. Wij ook. Ja precies, nou dan weet u ook net als alle mensen die hier zitten dat alle mensen die in de raad zitten behoorlijk betrokken zijn en luisteren naar de inwoners. Om nu net te doen of dat wij als gemeenteraadsleden er maar... een beetje op onze achterwerk hebben gezeten. En niet naar onze inwoners hebben geluisterd. Dat vind ik heel mooi door de bocht. Mag ik even antwoorden? U heeft mij nog nooit geïnterviewd. Nee, inderdaad, dat klopt. Maar ik heb wel uw interviews gelezen en gezien. En ik heb ook uw berichten gezien op social media. Nou, die logen er niet om. Nee, precies. Precies. En dat is over fout. Mag ik dan vragen? En dan Seuze. U ook in de coalitie hebt gezeten, al die jaren. En als je dan toch de inwoners praat, dat er toch wel op heel thema's ontevredenheid is. En op heel veel thema's wel tevredenheid. Dat wil ik ook wel graag gezegd hebben. U zegt zelf net ook van dat je de inwoners veel meer moet betrekken, expertise moet betrekken bij de raad. En dan vraag ik me af, van wat heeft u de afgelopen 4 jaar dan gedaan? Nou ja, wat u denkt, hè? Waarschijnlijk op mijn achterwerk gezeten. Maar dan zou u eens wat meer de politiek moeten volgen. Ik heb de hele avond terug. Aan u geluisterd. Maar de taal wat u gebruikt, dat is niet mijn taal. Nou. Wij willen veel meer samenwerken met elkaar. En of het dan partij A is of partij B is. Wat goed voor Tiel is en voor Tielenaars, daar willen we mee samenwerken. Maar niet de manier van hoe u dat overbrengt.
dat is niet mijn taal. Sorry. Ja, ja, ik vind dat ook een beetje verantwoordelijkheid. Momentje. Er is ook verantwoordelijkheid. Wat ik wil zeggen is dat het erg belangrijk is om mensen, de inwoners, vooraf bij belangrijke projecten te betrekken. Eens, zal niemand hier ter discussie stellen. Niemand. Maar waar het wel om gaat, waarom, is dat... Waarom is dat dan de afgelopen paar keer niet gebeurd? Kijk naar de Reuglinlaan. Zo zijn er nog een aantal heel recente voorbeelden te noemen. Waar de bewoners met de zonnepanelen, waar de bewoners niet op de juiste manier mee zijn genomen. Nou ja, daar kunnen we natuurlijk heel uitgebreid met elkaar gaan praten waar iets goed of slecht gaat. Maar volgens mij gaat het om de vraag nu, willen we met z'n allen, willen we dat doen? Die bewoners op tijd betrekken? Antwoord ja, willen we. Ja, maar die kansen hebben jullie toch gehad en dat is toch gewoon niet gebeurd? Dat nee, is toch jammer? Ja, dat is goed. Weet je, we kunnen dat uitgebreid gaan bespreken of de processen geslaagd waren of niet. Het zijn wel allemaal dingen die je met elkaar aan moet gaan als gemeenteraad. Maar om te leren waar je beter kan doen. Want dat is een verantwoordelijkheid van ons. Zeg hierbij toe dat de nieuwe raad gaat onderzoeken en kijken hoe dat we het bestuurlijk zo kunnen in gaan zetten dat er veel meer expertise en veel meer inwoners betrekken kunnen worden bij besluitvorming. Preventief, van vooraf. Die vraag moet je aan iedere partij stellen. Ik wil alleen mijn punt afmaken. En mijn punt is dat we ook als gemeenteraad, die gekozen is door de inwoners, op moeten komen voor het algemeen belang. En het algemeen belang zijn soms moeilijke beslissingen waarvan als je dat aan mensen vraagt, zeg je, ja, dat vind ik toch eigenlijk niet leuk. Het is goed als het daar is, maar vooral niet hier. Weet je, dat zijn afwegingen en besluiten die je dan met bewoners kan doen, maar je zult daar heel snel in die weerstandsmode zitten. Dus begrijpelijk, want mensen vinden dat lastig. Maar als gemeenteraad ben je gekozen ook met de zware last moeilijke besluiten te nemen om de minderheid te beschermen, maar ook niet de minderheid... Nou, we gaan hem nog even het rondje afmaken en dan zijn we al klaar. Maak even je verhaal af, Marcel. Daarna Ton Zuidema, Kalle Kreuk wilde ook nog wat zeggen. En dan zijn we dus. Nou ja, ik kreeg de terechte toeter, hè, of fluit, wat was het? Fluit. Ja. Fluit van toen ik in het woordje minderheid viel. Want bij het algemeen belang gaat het om moeilijke besluiten. En soms kan een kleine minderheid, laten we zeggen de meerderheid, overroelen. En volgens mij is het belangrijk dat de gemeenteraad het bij het algemeen belang de plussen en de minnen afweegt. Waarbij het gaat om, hebben we nu het juiste besluit genomen? Want we moeten ook voor de moeilijke dingen, waar niemand eigenlijk bij zich denkt van ja, dat liever niet. Maar de moeilijke dingen, dat je daar een besluit neemt, want dat hoort erbij. Dat is je taak als volksvertegenwoordiger. Ton Zuidema, D66. Even de aanvulling op het verhaal van meneer Nedersen. Kijk. Je raadsverantwoordelijkheid is één ding, maar collegeverantwoordelijkheid is een ander ding. En ik zal de eerste zijn om toe te geven dat het college niet altijd even handig in de communicatie is geweest. Maar we zitten in een groeiproces. Die inwonerbetrokkenheid, burgerparticipatie, er staan nog maar aan het begin. En we maken daar fouten in. En we hebben met elkaar afgesproken, daar gaan af en toe dingen mis. Maar er gaat nog steeds veel meer goed. En het gaat steeds sneller goed. En het gaat ook steeds beter. En daar gaat het om. Peter Elfrink, Protiel. Ja, ik heb in mijn 40 seconden verhaal heb ik gezegd, echte invloed voor inwoners aan de voorkant van het proces. Want we hebben bij de tiny houses en bij anders wonen gezien. Het maakt namelijk niet uit of je middenin of achteraf of hoe je dat ook allemaal regelt. Gedoe komt er altijd. Doe het dan aan de voorkant. En dat laat onverlet dat je als gemeenteraad en als college op een bepaald moment afweging moet maken. En dan kan het ook zijn dat je in een bepaald dossier een besluit neemt wat een bepaalde groep bewoners niet zint. Maar doe het aan de voorkant. Dan betrek je de inwoners erbij. Dan kunnen ze nog invloed in het ontwikkelproces. Want nu worden ze vaak geconfronteerd met iets wat hier en daar al in kan en kruik is. En daar zit de crux. Dat is echt wat anders moet. En daar wil ik nog wel op aansluiten. Dat is absoluut waar wat mijn collega van Protiel hier zegt. Wat je niet met ons doet, dat doe je tegen mij. En nogmaals, ja, wat je niet met ons doet, dat doe je tegen mij. En we hebben met elkaar natuurlijk de afgelopen 4 jaar best ons best gedaan. Daar is van alles misgegaan. Dat mag ook, dat zijn leermomenten geweest. En we willen het natuurlijk met elkaar in de toekomst veel beter doen. Die inwoners moeten betrokken worden. Daar zijn we het met elkaar hier ook over eens. Maar jongens, met alle respect, alle mensen die zich vrijwillig inzetten als raadsleden en commissieleden in Tiel. Nou, ik geef het je te doen hoor. U hoeft het niet aan mij te vragen, want ik heb het al 20 jaar gedaan. En ik weet ook wat raadslidwerk is. Ik heb een vraag gesteld en dat was bij meneer Melissen. En meneer van ChristenUnie die heeft dat eigenlijk breder gezet. Zijn wij bereid hier een belofte te geven en te maken dat we zeggen in de nieuwe raadsperiode, naast die algemeen belang, naast die te nemen te moeilijke beslissingen, dat weet ik ook wel, zijn we bereid om anders, bestuurlijk anders, partij anders,
te kijken hoe we de inwoners van Tiel veel meer en veel beter kunnen gaan betrekken. Daar zijn we de laatste periode volgens mij raadsbreed met z'n allen al lang mee van start gegaan. Onder Precies. andere bij de omgevingswet, dus ja. U citeert bijna uit het verkiezingsprogramma van D66. Dank u wel. Ja, en ook hier van het CDA. Kalle Kreuk Wilderman. Ja, het is de toon die de muziek maakt. We hebben moeilijke beslissingen, we hebben makkelijke beslissingen, we hebben populaire beslissingen, impopulaire beslissingen. Het is inderdaad zo dat je mensen vroegtijdig mee moet nemen in een proces. Daarnaast is het zo dat we als partijen ook allemaal onze voeling hebben in de samenleving. Dus wij moeten daar ook onze rol in pakken en dingen signaleren waarop je denkt dat er extra communicatie of extra communicatie... Ik denk dat dat ook zo is, maar dan moet je ook op tijd meegenomen worden. Ja, zeker. Reuglinlaan, weer een voorbeeld. Dat is dus een voorbeeld zoals dat niet had gemoeten. Nee, daar ben ik helemaal met u eens. Veel te laat het van. Wij konden onze achterban daar niet over raadplegen. Dat maar goed, ging volgens mij heeft mijn buurvrouw al gezegd van... er zijn fouten gemaakt, maar daar leren we van. En dat doen we de volgende keer anders. Dus daar hebben wij ook zelf een rol in. Wij moeten eerder daaraan aan de bel trekken. En net wat ik zeg, het is de toon die de muziek maakt en de communicatie is ontzettend belangrijk. Goed, we gaan het afronden. Tot slot, wil er iemand nog wat kwijt? Dit is nog een mogelijkheid. Dan gaan we het rijtje af. Teus Verduin, krachtig Tiel. Ja, we zijn niet voor niks opgestaan en ik wil eigenlijk kort en krachtig zeggen dat de burgers en de ondernemers de stad maken en niet het gemeentehuis. Ernst Seuze, GroenLinks. Ik wil hiermee aangeven, ik heb genoeg gehoord over de toezeggingen van dat we toch echt veel meer en veel beter samen met de inwoners moeten gaan. Maar ik heb ook over duurzaam gehoord van alle partijen. Ik zou ook aan andere partijen willen vragen of ook de duurzaam energie, de lat waar we neergelegd hebben... Dus u ziet de toekomst zonnig tegemoet? Ik zie het heel groen en heel duurzaam tegemoet. En dan zou ik ook graag samen willen werken, ook met andere partijen, om die doelen wat we met elkaar neergezet hebben, om dat te halen voor Tiel. Martin Koning, ChristenUnie. Ik wil onze slogan nog een keer herhalen. U bent waardevol en wij vinden echt elk mens in Tiel dat hij mee moet tellen. En die vinden we echt allemaal waardevol. Iedereen. Peter Helfink, ProTiel. Ja, we hebben de afgelopen 10, 15 jaar in overheidsland zoiets als klanteling gehad. Hè? Inwoners werden als klanten gezien. Voor mij zijn inwoners geen klanten. Want inwoners zijn onderdeel van het probleem waar je het over hebt en onderdeel van de oplossing. Dus klanten, als ik klant ben, dan koop ik iets en ik kan naar een ander gaan. Maar ik ben inwoner van Tiel. Toen Tiel geëvacueerd werd, was het alleen een geografische aanduiding. Tiel is pas een gemeente als er inwoners zijn. En inwoners maken met elkaar de rotzooi en moeten met elkaar de rotzooi opruimen. En het zijn geen klanten. Yvonne Zonstolk, CDA. Nou, goed voor elkaar en lokaal samen de boel opbouwen, dat is belangrijk. En laat ik daar aan toevoegen dat we dus 21 maart onze inwoners graag willen oproepen om te gaan stemmen. Doe dat alstublieft. U heeft een stemrecht gekregen. Dat is een recht hier in Nederland. En doe dat. Dat is belangrijk, want het gaat ergens over. Er valt wat te kiezen. Carla Kreuk, Wilderman, PvdB. Ja, ik herhaal ook onze slogan. Focus en de boel op orde. Er is heel veel te doen. De portemonnee is niet heel erg gevuld. Maar als we met elkaar de schouders eronder zetten en op een creatieve manier kijken in wat we kunnen met elkaar, dan geloof ik erin dat we ook echt die klus kunnen gaan klaren. En daar zijn wij klaar voor. Camille Gullikers, PvdA. PvdA Tiel staat voor de menselijke maat. Alles zoveel mogelijk organiseren in de wijken, zo dicht mogelijk bij de mensen. Mensen betrekken er inderdaad, maar ook alle partijen erin betrekken. Ja goed, volgens mij hebben ze al gezegd hier vanavond. Marcel Melissen, VVD. Ja, dank u wel. Allereerst even nog een antwoord op meneer Seuze, want dat de vraag stelt heb ik nog geen antwoord op gegeven. Volgens mij is er geen enkele partij hier die dat niet wil wat u zegt. Alleen de vorm moeten we met elkaar eens even goed uitzoeken. En voor de rest wil ik afsluiten. Volgens mij hebben we lang genoeg geluld. Laten we aan het werk gaan om de problemen aan te pakken. En tot slot, Ton Zuidema, D66. Dank u wel. Ja, over aanpakken gesproken. Toen deze coalitie startte, hebben we van een begrotingstekort van 4 miljoen een meerjarenperspectief in de plus van 2 miljoen weten te maken. Dat biedt vertrouwen. Dat vertrouwen wil D66 weer graag teruggeven aan de inwoners. En ga vooral stemmen 21 maart. De portemonnee is nog lang niet leeg. Waarvan akte. Tot zover dit grote verkiezingsdebat op Regio TV Tiel. Wij hopen dat u nu makkelijker een keuze kunt maken op 21 maart. En zoals al meerdere keren vanavond
vanavond is aangegeven tijdens dit debat. Ga in ieder geval stemmen op die 21ste maart. Yes.